dochter liefde. Op een rustige avond zat de familie Snoep te eten. Is Mr. Goat? Moet je vader doen? Nee. Oh, ja, hij was daar nog. Wat zijn dat? Wat? Zijn ze maar. Lieverd, moet je even je telefoon weg doen? We zijn nu even aan het eten. Jasmine zit hier niet op zijn telefoon. Telefoon graag weg. Ja. Wat zijn ze maar? Ja, lieverd. Zou ik nog even naar buiten mogen? Nou, oké, om 8:30 thuis zijn. Dankjewel. Zou ik doen. Is dat nou? Hè? Ik wou even de tafel schoonmaken, dus kun jij even een doekje pakken? Ik pak wel een doekje. Weten jullie vanavond nog ergens om in te breken? Ik heb weer geld nodig. Ik ben weer blut. Ja, ik ook, maar misschien om de hoek. Kijk, zo. Vriendinnetje komt. Oh, shit, stil. Oké, we hebben het over school, goed? Ja, school zegt ze wel. Ik moet weer huiswerk maken voor bio. Ja. Oh, bio is zo. Hoi, hoe gaat ie? Hey. Goed, met jou? Ook goed. Ik heb wat voor je. Ketting. Dankjewel. Maar hoe kom je hier dan aan? Krantenwijkje, 2000 kranten op een dag, zoiets. Oh. Maar ik moet snel gaan. Dankjewel. Later. Doei. Hey, wat nou dat? Ja. Ja, dan moet je die ketting moet toch vanaf. Ja, maar die moeten we nog verkopen. Als we die verkopen aan de jubilier, hebben we geld. Ja, ja, we hebben er toch nog één. Oh, oké. Okay. Maar ja, okay, kijk wel voortaan uit voordat je iets aan je vriendinnetje geeft. Ja, maar het stukje van de politie. Hallo, goedendag. Mogen wij iets vragen? Wij doen een buurtonderzoek hier. Heeft u deze man misschien gezien? Nee, nog nooit gezien. Okay. Weet je het zeker? Ja. Oké, okay, bedankt. Alsjeblieft. Later die avond zat de familie gezellig aan tafel. Ja, dat lijkt me ook leuk. Weet je eigenlijk hoe lang we gaan? Is nee. Dat... 2 weken? 1 week? Ja. Dat lijkt me ook leuk. Heel lang. Pap, wat doe je? Nou, ik ben toch gewoon een boek aan het lezen. Zie je toch? Nou, ik zag echt wel wat je aan het doen was hoor. Je was berichtjes van Jasmine aan het lezen. Tuurlijk niet. Ik ben aan het lezen hoor. Ik ben je eigen vader, zo dat zou ik echt niet doen. Hij kon het niet laten om de berichtjes van zijn dochter in de gaten te houden. Hallo! Hoi! Hallo. Zo, was het gezellig? Ja. En hoe kom je dan aan die ketting? Die lag op straat. Kom eens mee. Ik heb papa net betrapt. Hij was je berichtjes aan het lezen. Wat? Dat kan echt niet. Papa betrapt? Ja. Hij was haar berichtjes aan het lezen. Nee, dat kan echt niet. Je moet een plan verzinnen. Ja. En op diezelfde avond verzonnen de kinderen een plan. Ja, het is inmiddels een internationaal fenomeen. Paul de Octopus uit Oberhausen. Hij voorspelde alle wedstrijduitslagen van... En elke keer had hij het bij het rechte eind. En juist is hij ook in actie gekomen om de uitslag van de finale te En dat ziet er niet goed uit. Volgens Paul Spanje zondag... Hoi. Hey. Hoi. 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 Oh, hoi. Kom jij maar even bij mij uit.
waarom heb jij die telefoon gestolen? Dat heb ik niet. Ik wil alleen bewijzen dat jij mijn berichtjes las. En dat heb ik nu. Maar hoe kom je dan aan die ketting? Hé jongens, een politiebericht. Eerder vandaag zijn er 3 geruchten door criminelen opgepakt. Ze hebben de afgelopen tijd veel sieraden gestolen. Het gaat hier om handige Harriette, sluwe Henkelientje en vlugge Jaapie. Daarmee is de zaak opgelost. Jaapie, dat is mijn vriendje. Tja, misschien was die argwaan van vader nog helemaal zo gek nog niet.